2020, a series of increasingly aggressive encounters off the Iberian coast has left scores of boats damaged, three of them sunk to the ocean floor. You're looking at the last moments this Swiss luxury... Misschien Stargate. Ja, ik wil niet altijd een Stargate erbij halen, maar het kan toch ook zijn dat hier een Stargate zit. Dat is een Stargate, dat zij door moeder aarde zijn aangesteld om een natuurlijke Stargate te bewaken met z'n allen. De hele kudde. En dat ze gewoon zoiets hebben van, ja, niemand komt hier in die Stargate. Maar voor jullie eigen bestwil. Het kan ook een kwaadaardige Stargate zijn, hè. Kan ook. En dat zij zoiets hebben, dat denk ik. Ik denk kwaadaardige Stargate. Een soort van nieuwe Bermuda Triangle die daar dreigt gevormd te worden. En dat alles wat daar overheen vaart, dat gewoon in het niks, in het zwart, in het duister, verdwijnt gewoon naar een andere dimensie of zo. Weten wij veel waar dat eindigt. Waarschijnlijk ook weer bij Moloch zo. Zo ergens. Dus als de Bakhmut Stargate, dat eindigt toch ergens. Maar wij weten niet waar. Maar bij hele nare, duistere Stargates is het meestal dat het gewoon demonische wezens zijn die er gewoon aan het drinken zijn. Dus ja... kwaadaardige Stargate, denk ik. En dat die orka's juist het goede met de mens voor hebben. En de mensen willen behoeden. Zo van, nou ja, dan brengen we je... Als je wil je niet luisteren? Verloop toch de hele tijd, kan je ons niet verstaan? Hallo, we zeggen toch, kijk uit, gevaarlijke Stargate. Kijk uit, gevaarlijke Stargate. Niet zwemmen hier. Of niet varen hier. Ga eromheen. Stop, stop. Maar ze luisteren niet. Maar wat doe je dan als orka zijn? En je wil niet dat die boot, dat ze met boten al verzwolgen worden door zo'n Stargate... Dan maar de boot tot zinken brengen. Want je weet, want je bent een intelligent wezen. Je weet van, ze hebben toch een reddingssloep. Ze hebben reddingsvesten. En ze kunnen zo'n pijl afschieten, dat ze gered worden. En dan komt iemand ze oppikken. Maar dan verdwijnen ze tenminste niet in de Stargate. Want het is toch wel, het is niet kwaadaardig bedoeld. Want op het moment dat ze dan van de boot af moeten en dan in zo'n reddingssloep zitten... en wachten om opgehaald te worden, dan gaan de orka's weg. En die denken van, ja, we hebben taak gedaan. We hebben ze behoed om verzwolgen te worden. In deze Stargate hier. Ja. Hallo AIVD. Misschien moeten jullie dat eens een keer onderzoeken, toch ook? Ja. Waarom moeten wij dat altijd doen? De juiste complottheorie ergens bij zoeken. En dit is ook geen zo'n complottheorie. Ja, misschien een complot. Nee, helemaal niet. Ja, een complot van de mensen. Die gewoon orka-taal niet snappen. Dat is het complot dan. Dat wij met z'n allen onze stinkende best doen... om hier nu al duizenden jaren samen te leven. Wat? Miljoenen jaren samen te leven met orka's. En dat we nog steeds niet de moeite hebben genomen om orka-taal te leren. Zodat we hadden geweten van, vaar niet de Stargate in. Nou, als je dan een complotdenker moet zijn, dan ben ik maar een complotdenker. Prima. Marine scientists in Spain studying the phenomenon... and now suggesting it could be a response to trauma. A kind of killer whale revenge. En meteen weer alles op trauma gooien en dan meteen weer revenge erbij halen. Ja, dat moet wel wraak zijn. Houd toch eens op met projecteren. Houd eens toch op met je eigen menselijke onkunde te projecteren op hyperintelligente zoogdieren, ja? Die afkomstig zijn van Sirius. Hou daar eens mee op. I'm a Pisces, but I'd rather be a killer whale. To all you motherfuckers that just can't tell. I'm a Pisces, but I'd rather be a killer whale.